Ik ben Arno, ik ben van Barrelproof uit Rotterdam en we zijn in het Geneve Museum bij de allercoolste cocktailwedstrijd met Geneve cocktails. Uit Groningen, Mr. Mofongo. Uit Rotterdam, Blender en Level. Uit Gent, Jiggers. En uit Amsterdam, Tales and Spirits, Dwars, Vesper en Door 74. Een waanzinnig mooi plaatje van 8 barteams. Nou, dit is uniek, want we hebben de 8 beste bars uit België en Nederland bij elkaar om te strijden voor een waanzinnige prijs. En dat is dat ze hun eigen jenever hier mogen gaan steken. Stoken, sorry. Wij vinden dat wij als jonge bartenders de jenever moeten omarmen, omdat het een veelzijdig product is. Je kan er waanzinnig goed mee mixen en het heeft een hele mooie geschiedenis. I'm gonna say this in English, if that's okay. But we got a beautiful little drink here, okay? So it's called the Schiedamse Koning, okay? So the king of Schiedam, we all know your neighbor is the king of Schiedam. So we put together a punch with a Schiedam, the old Schiedam, your neighbor, with some bitter sap, some citroen sap, some sinusapple sap, tiny bit of absinthe, because you all gotta go a bit cray cray. And then, of course, we've also got a little bit of orange juice, some rooibos tea. Okay, so all of these things come together. It's like a really nice, drinkable, spicy in terms of nice rooibos and a little bit of absinthe, a little bit of the Geneva. It's very refreshing. I think you guys need a drink. I think you, while you're holding that microphone in front of my face and that camera, I'm gonna feed you a slok here. Teamwork, here we go. For what you can't see at home, this man is having a nice little shot here. How is that, sir? Lekker? Yes. Thank you very much. I appreciate that. Ik ben Hani Asverdij. Ik werk bij Blender Rotterdam. Wij hebben een cocktail gemaakt op basis van Notaris. We hebben een klein beetje de Kuiper Dry Orange aan toegevoegd. Wat suikerwater om het wat zoeter te maken. En om de zoetzuurbalans compleet te maken hebben we de citroensap en grapefruitsap aan toegevoegd. En wat kaneel. Ik vind het heel gezellig. Ik vind vooral dat de mensen heel veel medeleven tonen. Iedereen is enthousiast. De mensen zijn lekker cocktails aan het maken. Iedereen is aan het genieten. En dat is het belangrijkste. Hi, ik ben Boudewijn van Tales and Spirits Amsterdam. Wij maken een heerlijk drankje, dat heet Madame Genevieve. Het is een cocktail op basis van Old Schiedam Jenever. Een beetje verse limoen, verse citroensap, een beetje komkommer, vlierbloesemsiroop en afgetopt met Brewdog Indian Pale Ale bier. Lekker, super, super lekker, doe lekker. Ik vind het fantastisch, hoort bij Schiedam en het is goed voor de stad. Museum is organized in this event and this is amazing. Okay, er kan zoveel mee gedaan worden en heel veel mensen weten dat niet en het is super leuk om dat hier te zien. Het was fantastisch. Ik vind het echt super dat iedereen helemaal naar Schiedam is gekomen voor zo'n geweldig evenement. Ik vond het fantastisch om het met ons team te mogen organiseren. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest. Maar het heeft me echt zeker met Stefan een half uur gekost om alle stemmen te tellen. Dus nog even een applausje voor alle juryleden vandaag. Zo zie je maar wat je allemaal met je neven kan doen. Tenminste, ik heb echt een paar fantastische drankjes voorbij zien komen en fantastische presentaties. Ik heb je zien tellen, ik heb je zien zweten daar ook. En ik heb het persoonlijk nog gecheckt. Ik kreeg namelijk een briefje in mijn handen gedrukt en er zijn heel veel op geturfd. En uiteindelijk zijn daar een paar winnaars uit voortgekomen. Van tevoren hadden we nog de discussie van ja, maar moeten we dan een soort beker die we dan met mensen mee naar huis kunnen geven. Toen zei ja, beker, het is een nevenfestival. Laten we iets doen wat ook gewoon echt hout snijdt. Dus wat we gaan doen is, we gaan de nummers 1, 2 en 3 van
nou ja, deze wedstrijd, gaan we de nummers 1, 2 en 3 van onze evenementsbotteling meegeven. Nou, dat is sowieso super bijzonder. Waarschijnlijk kennen jullie het verhaal al, maar ik ga het nog even oplepelen. Deze evenementsbotteling is heel bijzonder, omdat die gemaakt is met moutwijn van Branderij de Tweeling, dus waar de notaris gemaakt wordt, en onze eigen moutwijn, dus van de gekroonde brandersketel. Dit is een ultiem Schiedams 3 jaar gelagerd moutwijnproduct. Misschien weten jullie het nog niet, maar wij zijn bezig om het ambacht van het maken van de Schiedamse moutwijn te beschermen. Daar gaan we volgende week naar een spannende bijeenkomst voor. Wij hopen stiekem dat wij het 50ste beschermde ambacht van Nederland gaan worden. Nou, dat zou op zich al helemaal geweldig zijn. Natuurlijk draagt het het echtheidszegel van Schiedam. Daarbij zijn notaris en wij de enigen die dat mogen dragen. En de moutwijn die hierin zit, staat ook nog in de ark van de smaak. Nou, een ultiemer oerjenever kan je eigenlijk niet krijgen. De nummer 3 is geworden Level. Ja, dankjewel voor het stemmen en voor ons is ook mooi. Woe, shotjes voor iedereen! Hey. De fles moet op! Hey. Hartstikke gefeliciteerd, Jiggers! Deze overhandig ik jullie, de nummer 2. Ja, doe maar. Dank jullie wel. Massaal te stemmen op de Zuiderburen. Op deze prachtige wedstrijd. Het was echt mooi en het was heel bijzonder. En ik ben heel erg blij dat iedereen echt met zijn eigen concept is gekomen. En dat ook, nou ja, niet alleen in de smaak, maar ook in de presentatie heeft aangegeven. Jullie hebben er echt verschrikkelijk je best voor gedaan allemaal. Jullie blonken allemaal uit in originaliteit. Maar de allerbeste is getest. Tales and Spirits. Woo! Thank you. Thank you. Can I get a whoop whoop? Whoop whoop! Thank you so much. Ja, voor mij was het natuurlijk van het begin af aan al duidelijk. Maar dit is natuurlijk niet het enige. Jullie mogen bij jullie cocktailbar bij ons 50 eigen flessen moutwijn in leven komen maken. Dat betekent dat je met onze moutwijn en zelf gekozen ingrediënten voor een esprit, wat we hier natuurlijk dan in huis maken, een nieuwe jenever gaan creëren die dan jullie jenever is, met een eigen etiket van jullie exclusief. Wow!